producten van HR-groep kom je eigenlijk overal in de buitenruimte tegen. Het kan een verkeersbord zijn, het kan een bewegwijzigingsbord zijn, maar denk ook aan de afvalbak, denk aan de bankjes. Ja, het wordt hier allemaal in een van onze fabrieken gemaakt. HR-groep heeft afgelopen jaren alles wat in de openbare ruimte staat in kaart gebracht. Hoe mooi zou het zijn als je dat ook real-time actueel kan hebben? Op enig moment kwamen we Lora op het pad. En daarmee is het eigenlijk ook betaalbaar en bereikbaar geworden. Bijvoorbeeld de sensor in een afvalbak die meet wat de vulgraad is. Wat je hier ziet in mijn laptop is de betreffende afvalbak. Deze afvalbak is op dit moment 53% gevuld. En op basis daarvan kunnen we gaan bepalen hoe vaak een afvalbak geleegd moet gaan worden. Wat je hier ziet is een slimbord. Dit bord heeft een sensor en op basis van de sensor die erop zit kunnen we asset management op afstand bedrijven. Op het moment dat het bord wordt aangereden komt die informatie in real-time bij de beheerder terecht. We weten dat op 30 kilometer wegen de meeste ongevallen gebeuren. Stel, je zou de informatie uit zo'n bord gebruiken om het systeem in de auto aan te sturen. Dan zou je daarmee kunnen bewerkstelligen dat je, als je in een 30 kilometer zone bent, dat je echt niet harder kan rijden dan 30 kilometer per uur. Je ziet dat onze producten steeds slimmer worden. Maar je ziet dat ook heel veel branchevreemde bedrijven van alles kunnen met de data die gaat ontstaan. In dat licht is het gewoon heel erg leuk om te kijken hoe je in gezamenlijkheid steeds weer nieuwe producten en diensten kunt maken. Het ideaalplaatje verandert eigenlijk iedere dag, omdat er steeds meer mogelijk is. Dus ik zou zeggen, kom over 5 jaar nog eens terug en dan hebben we het erover.